Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel leuks maken. Iets wat ik nog niet eerder heb gemaakt op dit kanaal. Dus het is natuurlijk superleuk om weer eerst iets totaal anders te gaan maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan mis je niks. En dan mis je ook geen leuke winacties. Aan het eind van deze video heb ik weer een leuke winactie voor jullie. Dus wil je dat niet missen, blijf dan vooral kijken. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, gaan we iets heel anders maken. We gaan aan de slag met een spiegel. Dus dat is heel erg leuk. Een beetje een industriële stijl. Je hebt heel mooi dat, dat stalen zwarte staal. Met een mooie ketting eraan. Dus daar gaan we mee aan de slag. En hij is ook net even iets anders omdat de bovenkant open is. En dat gaat straks ook heel mooi lijken. We gaan weer met mooie herfstmaterialen werken. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk in deze tijd. Daar hebben we wel zin in. Dus daar gaan we gauw mee beginnen. We gaan eerst een stukje festoen binden. Dit heb ik al eens eerder in een video gedaan met de krans. Maar deze video gaan we wel anders weer vormgeven. Dus dat is wel leuk. Dat is ook leuk om te zien dat je met zoiets heel veel verschillende dingen kan. Dus gewoon een hele leuke techniek. Daarvoor maken we eerst stoefjes. En daarvoor gebruik ik verschillende materialen. Ik heb mooie Craspedia, mooi gipskruid, eucalyptus. Wat dadeltakken die we er ook leuk bij tussen kunnen doen. Dus daar gaan we dan mee aan de slag. Allereerst knip ik alle materialen die ik ga gebruiken klein. Zodat ik makkelijk kleine toefjes kan maken. We gaan dit namelijk heel fijn verwerken. Omdat de spiegel natuurlijk niet heel groot is. Is dat het mooiste als het wat fijner is. Bij eucalyptus knip je altijd boven het blad. Dan heb je geen rare stelen. Steeltje houdt er even af, zodat je wel een stukje hebt waar je het uiteindelijk kan binden. Dat is belangrijk. Maar je kan dus heel veel van de hele tak gebruiken. Hè? Het is zonde als je namelijk dingen moet weggooien wat niet nodig is. Dan heb ik nog een stukje gedroogd hortensia, ook heel erg mooi. Je kan in natuurlijke kleur houden wat ik nu allemaal heb gepakt. Maar je kan er ook een klein beetje kleur aan toevoegen. Dat doe ik door deze gekleurde tak gipskruid. Maar dat doe ik wel heel subtiel. En straks gebruik ik ook wat vruchtjes in deze kleur. Maar daarvoor kan je natuurlijk ook groene vruchtjes gebruiken. Mocht je het in een neutrale kleur houden. En we gaan ze omwerken met mooie vetplantjes. Goed, we maken dus toefjes van de materialen die we net bij elkaar hebben gepakt. Je pakt gewoon toefjes bij elkaar. En doet er een draadje om. En dit mag je met alle materiaal doen. Doe dit mooi fijntjes, zodat het niet te grof wordt. Zoals herfstblad, mocht je dat te vol vinden of te groot, kan je dat ook samenvoegen en op draad zetten. Dus dat je hem als het ware opvouwt. En dan steek ik er een draadje doorheen, zoals je hier kan zien. En dan komt hij aan de andere kant weer aan twee kanten eruit. En dan bind je dat samen en dan heb je het mooi op draad. En dan heb je het iets fijner, dus dat is leuk. We willen het namelijk niet te grof hebben. Als hortensia gedroogd is, is het wat kwetsbaarder. Dus hou daar rekening mee. Dat je er voorzichtig mee omgaat. En zo mag je alle toefjes maken. Wat je ook kan doen als je het lastig vindt om op draad te zetten, is de onderkant van het herfstblaadje vrijmaken. Dan heb je, laten we zeggen, een half blaadje. En dan heb je ook het steeltje, dus dat kan natuurlijk ook altijd. Zoals je ziet heb ik dan wat mooie toefjes gemaakt. Dan pak ik er een stuk touw bij. En hier gaan we weer op wikkelen. Het mooiste is als je wat grotere toefjes hebt, dat je die achteraan doet. En de wat kleinere toefjes vooraan. En dan leg je het volgende toefje er weer op. Ik let altijd wel op de verdeling. En dan wikkel je hem weer vast met het ijzerdraad. Het mooiste is dus dat je een beetje de grote stelen bovenaan doet. Of de grotere bladen aan het eind. En dan wat fijnere vooraan.
Maar als het goed is heb je allemaal een beetje fijnere toefjes gemaakt. Maar zoals hier is het eucalyptusblad wat groter, doe ik wat meer achteraan. En ik let een beetje op de verdeling. We maken niet zo'n hele lange toef, maar wel een mooi formaat. Wikkel je even goed door dat het eind even goed vast zit. Dus even een extra wikkeling. En zoals je ziet hebben we dan een mooi toefje gewikkeld. Het touw laat je nog even iets langer. Dan pak ik even de spiegel erbij. Want wat je kan doen, is de spiegel op verschillende manieren opmaken. Je kan ze gewoon los eroverheen. Dus dat je de spiegel niet echt gebruikt, maar hier op werkt. Maar je kan ook zorgen dat je de spiegel nog wel kan gebruiken. Dat is ook leuk. En dan laat je het een beetje aan de zijkant lopen. De materialen drogen allemaal in. En wat je dan doet is dat je hem vastlijmt op de spiegel. En dan gaan we daarna ook nog wat meer materialen erop lijmen. Zoals nou ja, de mooie vruchtjes. Ik heb hier nog wat rotsplantjes. Ook heel leuk om te verwerken. Om erbij op te doen. En het geeft al een heel lief sfeertje. Je mag wel eventjes het touw vastmaken aan het frame. Of je hem nou in het midden plaatst, dan maak je hem gewoon even vast aan het ringetje die er bovenaan zit. Of aan de zijkant. Dus... Of je hem nou op deze manier opmaakt of je laat hem gewoon naar beneden lopen. Dat kun je zelf je eigen draai aangeven. Maar je kan hem sowieso al eventjes vastmaken met het touwtje. Maak er even een extra... Zodat het goed vast zit. En wat over is kun je gewoon afknippen. Dan gaan we beginnen met het lijmen van de materialen. Let goed op dat wanneer je met verse materialen werkt. Dat je het lijmpistool niet te warm hebt. De materialen zullen mooi indrogen. Dus ik maak het gewoon vast op de spiegel. Laat het even mooi aandrogen. Nou, en nu kan je eigenlijk gewoon zelf creatief bezig gaan. Je kan het aan één kant laten, dus je kan dit verlengen. Dat is ook leuk, in een hoek werken. Je kan hem helemaal rondom versieren. Je kan ook aan deze kant nog een toefje maken, als het ware. En aan die kant de toef laten lopen. Daar kun je helemaal jezelf je eigen sfeer in geven. Wat ook nog heel leuk is, is om de spiegel, om daar een tekst op te doen. Bijvoorbeeld welkom. En om dan bij de deur te hangen.
als je ziet, hebben we dan iets heel origineels. Ik vind het wel super mooi om zo te gebruiken als spiegel. In de badkamer, in een wc of net bij de deur waar je binnenkomt. Dat je nog even gauw zo je make-up kan checken of even kijken of alles nog goed zit. Maar wat is ook heel leuk is om hier welkom op te schrijven met een mooie stift. Dus dat ga ik nu doen, zodat je hem leuk bij de deur kan hangen. En dan zou je tussendoor nog gauw kunnen kijken natuurlijk. Maar dat geeft eventjes nog wel even net wat extra's. En dan hebben we een super mooi spiegeltje. Ja, jullie zien het waarschijnlijk in spiegelbeeld, maar er staat echt welkom. Dus ja, net even wat origineels, wat leuks voor bij de deur, op de deur. Ik heb het nu met een watervast stift gedaan, maar je hebt ook speciale andere kleuren, markers en dat soort dingen die je echt op spiegels en glas kunt gebruiken. Dus dan kun je er elke keer in verschillen. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelijnbloemist.nl. En zoals ik al zei, heb ik een leuke winactie voor jullie. Laat even een leuke reactie achter hieronder wat je hiervan vond of wat je graag zou willen leren. Doe even een duimpje omhoog en dan maak je kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro die vrij te besteden is in onze webshop. Dus of je dat nou op DIY pakketten wil, losse bloemen, wat dan ook, daar kun je gewoon zelf iets leuks voor uitkiezen. Dus dat is natuurlijk superleuk. Wil je dubbel kans maken, deel het dan op Facebook. Dan doe je twee keer meer, dus dat is natuurlijk helemaal leuk. Goed, en jullie kunnen me ook altijd op Facebook of Instagram volgen. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kun je dat delen en mij taggen. Maak je ook nog eens elke maand kans op een leuke prijs. Dat blijft gewoon altijd doorlopen. Dus gewoon elke maand wordt er een winnaar bekendgemaakt. En dan hoop ik dat jullie wel een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!